En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze, overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Die dag dat Jezus in het graf ligt, is de Sabbatdag. En die vrouwen rusten overeenkomstig. De eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de morgen naar het graf. En ineens viel er licht op dat donkere graf. Jezus ligt in het graf de volle Sabbatdag. We hebben Goede Vrijdag gevierd. We vieren nu bij elkaar. Die zijn een onlosmakelijke eenheid. Jezus stierf voor onze zonden. En hij riep het uit, hangend tussen hemel en aarde, het is volbracht. En hij gaf de geest. En als hij alles volbracht heeft, rustte hij in het graf. Op de Sabbatdag. En ik moest denken, helemaal aan het begin van de wereldgeschiedenis, begin van de Bijbel, Genesis 2. De eerste paar versen. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. God schept 6 dagen lang en aan het eind van de zesde dag zegt hij, het is volbracht, het is zeer goed. En de zevende dag rust hij van alles wat hij volbracht heeft, gedaan heeft. Dat is de schepping. En diezelfde schepper wandelt op aarde en wandelt richting het kruis. En op de zesde dag wordt hij gekruisigd, hangt hij tussen hemel en aarde en zegt dan, het is zeer goed. Het is volbracht. En wat doet hij dan? Rusten van zijn volbrachte werk. Rusten in het graf. Vieren dat het werk af is. Zo deed God het met de schepping. Zo doet hij het met de herschepping.
als hij alles nieuw maakt. Als hij zijn leven geeft om een nieuw begin te maken. Om alles nieuw te maken. Hij rust. En dan breekt de eerste dag aan. Van een nieuwe week. Van een nieuw leven. En wat schiep God op de eerste dag? Licht. In de duisternis. En 's morgens, heel vroeg in de morgen, als de zon net begint op te komen, haasten zich een aantal vrouwen naar een graf wat zo donker is. En ze verwonderen zich. Nee, ze vragen zich af: wie gaat voor ons die steen wegrollen? En ze verwonderen zich als ze komen en ze zien die steen weggerold. En ze kijken in een donker graf en zien licht. Twee mensen met blinkende gewaden die hen aankondigen dat het nieuwe leven is aangebroken. Uit dat donkere graf straalt het licht naar buiten. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Een nieuwe week, een nieuw leven, schept God in zijn Zoon. Hoe dat gebeurd is, daarover zwijgt de Bijbel. Het enige wat we lezen is, in bijvoorbeeld Efeze 1, dat God door zijn enorme kracht, waarmee hij gewerkt heeft toen hij zijn Zoon uit de doden opwekte. God komt met zijn enorme kracht in dat graf en wekt zijn Zoon tot leven. Tot nieuw leven. En dat breekt aan. En de eerste die daar getuigen van zijn, zijn vrouwen. En zij haasten zich om ervan te vertellen. Wij willen ook vanmorgen naar een vrouw gaan luisteren. Die daarvan getuigt. Het is een hele jonge vrouw. Een heel jong meisje. Dat gaat zingen over onze opgestane Heer. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept kruisigt hem. Zo gaf God zijn eigen Zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Als hij roept, het is volbracht. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor ons droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer, uw genade is ons genoeg. In het rijk van de dood is hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald. Jezus leeft, hij is opgestaan. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor ons droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer. Uw genade is ons genoeg. En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid. Met ontzag en respect kniel ik voor u neer. U bent koning en God tot in eeuwigheid. U bent Jezus de hoogste Heer. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor ons droeg. U bewijst uw genade aan ons stel.
telkens zeer. Uw genade is ons genoeg. Uw genade is ons genoeg. Uw genade is ons genoeg. Genade zo oneindig groot dat ik het niet. Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij had mij door genade vast.